rust en de ontspanning. Dat is echt iets wat ik nog steeds terug probeer te halen af en toe. Je wordt daar zoveel vrijgelaten. Er komen heel veel de juiste vragen worden gesteld, waardoor je zelf gaat nadenken. Oh ja, dat is wel een goeie. Of dat, als ik dat nu zo doe of even zo. Dus je krijgt echt een goede handvaten. Ik dacht dat ik veel niet zou kunnen, omdat ik een whiplash heb. Maar uiteindelijk kon ik veel meer dan ik dacht. Ik heb heel veel angsten heb ik daar losgelaten. Dat is echt iets wat ik heel veel aan heb gehad. En gewoon de balans van iets actiefs doen en dan weer even rust nemen. Weer actief doen, rust nemen. Het is gewoon goed geregeld. Het huis zelf was ook perfect. Je hebt je eigen plekje om even terug te trekken. Dus dat was ook top.